we zijn hier in het stadhuis in Leeuwarden. En hier wordt straks de biografie over Jantje Giro overhandigd aan de wethouder Sjoerd Feitsma. Ook de schrijver van de biografie is erbij. En natuurlijk iedereen die met Jantje Giro te maken heeft gehad. Wij gaan er binnen en wij mogen dit meemaken. En hij zou er heel trots op zijn geweest, denk ik. Dat denk ik ook. De enige echte nachtburgemeester. Ja. Zou je wel kunnen zetten. Zeggen. En er zit ook nog een cd in. Er zit nog een cd in met 6 nummers. Dat zijn 3 nummers van Rock'n'Roll in Veens. Dat was dit album. Dat is zijn laatste album geweest. Ja. En tijdens schrijven kwam je toch allemaal... Kijk, we kenden Jan allemaal op het piano. Maar daarvoor had hij eigenlijk een carrière gehad als gitarist en zanger. Ja. Bij eerst Stand By en later Black Fire. En daar hebben ze ook muziek mee uitgebracht. Tenminste, één single in ieder geval. En dat is Jan met de gitaar. Hij speelde dus eerst gitaar, ja. Ja, en dat weet vrijwel niemand. Die denkt altijd aan hem op de piano. Hè. Kende u Jantje Giro? Nou, uit overleveringen. Dus van de verhalen uit het Leeuwarden nachtleven. Maar zeker niet persoonlijk. Ik denk dat dat ook een generatiekwestie is. Maar ik heb het boek al eventjes een beetje doorgebladerd. En ik herken wel wat verhalen die erin staan. Over hoe hij 's nachts door de Doelensteeg liep en ook optrad. Hoe is het boek zo tot stand gekomen? Zijn een aantal jaar geleden is er al eens een initiatief geweest, maar er waren een boel mensen bij betrokken en ineens zat daar door op een ander te wachten. Dat is 4-5 jaar geleden denk ik al, dat voor het eerst geopperd is. En ja, iedereen zat op elkaar te wachten en daardoor kwam het niet van de grond. En dan ben ik 2,5 jaar geleden naar Jan Gaastra gestapt. Ik zei, joh, ik vind wel dat het moet komen, maar dan neem ik het ook helemaal in eigen hand. Ga ik het schrijven, ga ik de beeldredactie doen, vormgeving. En daar ben ik toen mee begonnen. Ik kreeg van Jan dan steeds weer namen van mensen, mailadressen, dan bellen. En dan ga je die verhalen verzamelen. Hè? En die werkte ik dan, als ik dan thuis kwam, ik schreef het dan met pennetje, werkte ik dat uit in de computer. En dat sloeg ik dan op. En dan op een gegeven moment krijg je daar lagen in. Hè? Dan denk je, oh ja, die zegt dat ook, dat klopt daar ook. En daar, op basis daarvan kun je dan dingen gaan schrijven. En ik denk dat ik met elkaar 25 interviews heb afgenomen en met sommige mensen heb ik wel 3 keer gesproken, zoals met Jan Gaastra, ja ook 3 keer en Rick Meijer heb ik ook 3 keer gesproken en zo zijn er een aantal mensen die dan vaker spreekt, hè, omdat die ook dichter bij hem staan. 80 jaar, toen is het ook gewoon een van mijn beste vrienden geworden en toen zei hij van wil je mijn manager niet worden en dat was ook, ik noemde het zelf al babysitter. En dat was ook nodig, dat had Jan gewoon nodig en dat heb ik eigenlijk tot aan zijn dood gedaan. Ja, want dat is nou zo jammer, want Jan had zoveel capaciteiten en eigenlijk met muziek ook. Hij kon toveren met zijn piano, maar uiteindelijk had hij het niet altijd even makkelijk. Nee, dat is ook zo natuurlijk. En Jan die hield natuurlijk ook nog van een borrel. Ik bedoel, hoeven niet, dat staat ook in het boek natuurlijk, dus dat is niet zo'n punt. Hè, maar Jan heeft ook een best pittige jeugd gehad en dat heeft toch altijd wel een beetje doorwerking gehad in zijn later leven. En we hebben vreselijk veel lol gehad en Jan die kon improviseren als de beste en natuurlijk ontzettend muzikaal. En zijn humor, die hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Ja, maar ik ben er niet, maar het kan ook nog iets anders zijn. Dus wat dat betreft ook nog allemaal intriges in de biografie van Jantje Giro. Ja, klopt. Mijn moeder heeft 2 jaar voordat ze overleden is, heeft gezegd ik draag een geheim met me mee. En dat gaat over tante Ali en Jan, dat was dus Jan's moeder, was haar zus. Maar ik kan niet zeggen wat het is. Maar ik had wel het idee dat ze wou dat ik het uitzocht. Maar ja, er is geen DNA meer. Maar er wordt dus beweerd door velen. En ook als je de foto's ziet dat mijn vader wel eens zijn vader had kunnen zijn. Dus ja, dan was het geen neef, maar een halfbroer. Eigenlijk heb je zijn volledige werk. Nou, super. Ja, doe alsjeblieft. Het erbij. Alsjeblieft, Sjoerd. Oké, graag gedaan. Ja, de boekuitreiking is gebeurd. En zie, in mijn handen heb ik de foto van Jantje Giro. Deze foto hangt in de Skamele Ruter in Leeuwarden. Jongens, wat een eerbetoon aan een hele grote muzikus. Een eerbetoon aan Jantje Giro. En laten we met z'n allen hier nog lang van genieten.